Hervorming van het Surinaams onderwijs moet ongetwijfeld doorgaan. Het systeem moet volgens minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voldoen aan de vraag naar arbeidskrachten voor het bedrijfsleven om de productie te verhogen. Van dit pad kunnen wij op dit moment niet afwijken, zei minister Ory tijdens de onlangs gehouden Oil & Gas Summit. We moeten een heroriëntatie van ons onderwijssysteem inzetten en dat is voor een deel al ingezet. U weet, ik word de hele dag gevlamd, vanaf vanochtend zie ik weer. Je doet de poging met natuurlijk een nieuw systeem te komen, maar geef niet. We gaan door die tsunami passeren, omdat die moedige stappen zijn het durven het onderwijssysteem te gaan veranderen. We zijn te traditioneel. De hele dag krijg ik apps van ouders, van leerkrachten, dat dit niet deugt, ze willen terug. Ze willen graag naar dat oude systeem. Weet je, dus, en dat kan niet. We gaan Suriname, en natuurlijk moet je luisteren naar de kritiek die er is, maar we moeten die moves gaan maken. Innovatie is essentieel en zal ertoe leiden dat de vernieuwingen binnen het onderwijs meer kansen bieden aan leerlingen en studenten om hun talenten te ontwikkelen. Dit zal een grote stimulans zijn voor de productiesector. Het proces is al enige tijd terug doorgevoerd, maar er zijn individuen die door willen gaan op de oude voet. Tijdens de laatst gehouden Oil & Gas Summit deelde minister Ory mee dat het ministerie zich onvermoeid zal inzetten om het doel te halen. Met de offshore ontwikkelingen die op komst zijn, zal de arbeidsmarkt specifiek gespecialiseerd personeel nodig hebben. Als het onderwijssysteem niet hierop is afgestemd, zullen wij deze krachten uit het buitenland moeten halen. Het primair onderwijs, het secundair onderwijs moet beter aansluiten op de behoeften van ons land. En dat is dus een gevecht dat we in de marge moeten gaan voeren. En ondernemerscultuur is belangrijk. Die mindset waar we het hebben, die vaardigheden, kennis en die ervaring, kortom de competenties die we jongeren vroeg willen bijleren. Voor het starten van natuurlijk bedrijven is het van belang dat je dus ook heel vroeg in het curriculum de uitdaging geeft om via casuïstiek de mensen met de real world van ondernemen in kennis te stellen. Er zijn veel goede curricula in de wereld waarbij dat lukt. Waarom zou het in Suriname niet lukken in een vroeg stadium?